Hoi Ram, welkom bij je legging voor juni 2022. Hop, er valt meteen de kaart uit. The Power of Purpose. Welkom bij je legging voor juni 2022. ik ga weer een legging doen en dit gaat over doelen die je hebt of doelen die je wilt bereiken, dingen die je wilt doen in je leven. En wat daarbij je mogelijkheden zijn, wat daarbij je obstakels zijn. In ieder geval, ik hoop dat het goed met je gaat. Neem mee van deze legging wat op jou van toepassing is en laat de rest achterwege. Het eerste wat je hebt is kaart nummer 18, The Power of Purpose. En dat gaat toch ook over het bereiken van doelen. Want purpose staat voor een doel, maar wat is de kracht daarvan? Wat is je motivatie ergens achter? Is het gewoon, ja, lijkt me leuk? Of heb je een diepere bedoeling daarmee? Iets wat verder gaat dan alleen maar dat? Hè, wil je het doen voor je kinderen? Of misschien degene die na jou komen? Of mensen waar je om geeft? Of gaat het misschien over het vinden van je eigen geluk? Wie weet. Je eerste kaart. Waar zit je nu op dit moment? Een nieuwe vorm van helderheid. Een nieuwe manier van denken. De aas van zwaarden. De zwaarden gaan over het denken. Over je gedachten. Over alles wat er in je hoofd omgaat. En daar zie ik vernieuwing. Daar zie ik een nieuw begin. Wat is hetgene dat je nodig hebt? Rust. Rust en genezing. Tijd voor jezelf. Denken aan jezelf. Je eigen geluk vinden. Misschien, zoals ik net hier zei. Want we leren altijd wel, je moet dit doen en dit doen en dit doen en dit doen en dit doen. En ze vragen altijd hoe het gaat met je carrière of met je kinderen of wat voor huis je woont, et cetera. Maar ze vragen nooit of je gelukkig bent. Toch? Ja, ja. Niemand vraagt dat aan je. Want het gaat altijd over fysieke dingen. Maar dit is iets innerlijks. Dit is in je hoofd. Dit is rust vinden. Dit is gezegend worden met rust. En je ziet dat ze daar nu aan begonnen is. Maar als je een nieuwe... Als je een nieuwe mindset hebt, dan heb je daar inderdaad rust en genezing voor nodig. Want als je die vindt, dan kun je opnieuw beginnen. Wat is hetgene dat je tegenhoudt? Hetgene wat jou tegenhoudt is iets nieuws op het fysieke gebied. Misschien heb je pas een nieuwe baan. Misschien heb je net een nieuw huis. Misschien heb je misschien net een kleine gekregen. Wie weet. Dat is iets nieuws en dat is iets heel moois. Maar het is hetgene wat je tegenhoudt in je gedachten. Of het is hetgene wat je tegenhoudt om je doelen te bereiken. Maar ik ga hier dadelijk even op in. Wat kun je over jezelf leren? Geduld hebben. Geduld hebben. Wachten tot hetgene waar je voor gewerkt hebt naar jou toe komt. Je ziet deze persoon die staat hier, die staat bij die drie staven, die is aan het uitkijken. Wanneer komen die schepen nou mijn kant op? Wanneer bereik ik die doelen nou? Wanneer komt hetgene binnen waar ik zo hard voor gewerkt heb? Wanneer gebeurt het nou? Kom nou, doe nou. Ik heb hier toch voor gewerkt? Ja, inderdaad, je hebt ervoor gewerkt. En toch vraagt deze kaartje om geduld te hebben. Dat is hetgene wat je kunt leren over jezelf. En ik weet dat bijvoorbeeld een ram is het tegenovergestelde van een stier. Gisteren op het werk nog was er een jongen bij ons en die vader die zei van hij is zo verschrikkelijk ongeduldig. Hij is volgende week jarig, of hoe heet hij, is vorige maand jarig geweest. Ja, en de ellende is, hij had zijn cadeau al uitgepakt voordat hij überhaupt jarig was. Nou ja, dus dat. En dat is dus een ram. Dat is een ram. Je ziet eerst de horens vliegen en dan denk je, waar is dat? En dan denk je, oh, wacht even, dat is ram. Dat. Maar hier leer je het geduld in jezelf te vinden. Dat leer je hier. Dan gaan we naar, hoe brengt mijn huidige situatie me dichter bij mijn doel? En dat is een nieuw avontuur. Dat is
kansen waren. Het nieuwe avontuur. Je hebt hier twee dingen die nieuw zijn. Eén ding is hetgene wat je wilt. Of hetgene wat je nu op dit moment hebt. Dit is de positie waar je nu zit. Dit is hetgene wat je tegenhoudt om je doelen te bereiken. Allebei iets nieuws. Je zit in een nieuwe beweging wanneer het gaat om lucht, het element lucht, zwaarden, gedachten. Maar iets nieuws op het gebied van aarde, uit de fysieke wereld, is hetgene wat je tegenhoudt. Maar hetgene wat jou uiteindelijk, hoe deze situatie jou bij je doelen brengt, is toch het nieuwe. Het nieuwe überhaupt. Dus ik ga kijken waar dit over gaat. Aas van zwaarden. De kaarten zijn redelijk vlug vandaag bij jou. We hebben 7 van staven. De standing stone, nummer 11. Dat is gerechtigheid. En we hebben de gehangene, nummer 12. Die ook King heette hier. Dit is trouwens de Greenwich Tarot. Het is een ander tarot dan... ze hebben andere namen in ieder geval dan bijvoorbeeld deze. Want dit is gebaseerd op het Rider-Waite. Dit is de Modern Witch Tarot. Maar deze hebben andere namen. In ieder geval de 7 van staven. De 7 van staven gaat over... Ik heb iets besloten en daar blijf ik bij. En voor een ram is dat altijd fijn. Want een ram houdt van voorbereiding en... Een beetje plannen maken. En ik heb besloten en ik wil het. En ik doe het. Gerechtigheid. De standing stone. Gerechtigheid. Dat is een beslissing nemen. En zeker in het geval van een ram. Dit wil ik, dus dit ga ik doen. Je bent vastbesloten. Echt vastbesloten. Want je hebt ook de aas van zwaarden. Je hebt niet alleen deze twee. Maar je hebt ook... En het is ook... Misschien een klein beetje koppigheid. Maar wel koppigheid die je uiteindelijk misschien die jou ten goede zal komen. En je hebt de gehangene. En dat is dingen op een andere manier bekijken. Vanuit een ander perspectief. En dat komt ook weer overeen met de aas van zwaarden. Dus wat jij nu op dit moment waar je nu zit is dat je iets besloten hebt. Je hebt iets besloten en als een ram iets besluit, dan kan de rest van de wereld maar beter zeggen, ja is goed jongen. anders worden ze boos. En dat wil je niet. Nee, maar je hebt iets besloten. Je bent op het punt waarop je een besluit hebt genomen. Je bent standvastig, je weet het zeker, dit is wat ik wil. Je weet wat je doel is. Wat dat doel ook is. Op dit moment heb jij besloten. Dat is waar je nu op dit moment staat. Wat is hetgene dat je nodig hebt? En dan hadden we die genezing. Oh. Genezing. Ja. Dat kan inderdaad heel erg kloppen. Genezing. We hebben namelijk de dwaas. De Green Man heette hier. De dwaas. Dat is, het is eigenlijk dit kleine figuurtje. Ik weet niet of je hem goed kunt zien. Maar het gaat om dit kleine figuurtje. Je ziet hier een hele grote. Maar dat is hem niet. Het is deze. Dit is de dwaas. De Green Man. En de dwaas... Houd een nieuw avontuur in. Maar je hebt dat nieuwe avontuur in combinatie met die genezing van die 4 van zwaarden. Die rust in je hoofd. Die balans die je terug gaat vinden. Waar dat toe gaat leiden, denk ik, is de 9 van bekers. De 9 of chalices. De 9 van bekers gaat over emotionele onafhankelijkheid. En het gaat over emotionele rust. Dus je vindt die rust niet alleen in je hoofd, maar je vindt hem ook in je hart. En de combinatie van die twee is essentieel om je doelen te kunnen bereiken. Essentieel. Zeker wanneer je al veel gestreden hebt. Want ik zie hier... Kijk, hij heeft 9 keer een strijd geleverd. Als je dit ziet als de toverstokjes uit Harry Potter. Laten we het zo even zeggen. Hij heeft er hier 9 liggen. Hij heeft veel keer gestreden. En toch is hij nog steeds bereid om ervoor te gaan. Mij krijg je niet klein. Ik sta hier, ik ben hier, ik heb mijn doelen en ik ga daarvoor. Dat is hetgene wat je nodig hebt. Genezing, eenheid in je hoofd en je hart en ik geef niet op mentaliteit. Dat.
De 9 van bekers gaat trouwens ook over, en vooral in combinatie met die 4 van zwaarden, voor jezelf zorgen. Tijd voor jezelf nemen. Voor jezelf dingen op een rijtje zetten. Ben ik het hiermee eens? Wil ik dat wel? Voelt dit goed? Alles. Vooral wanneer je al meerdere keren gestreden hebt. De aas van pentagrammen. Wat houdt mij tegen? Wat houdt mij tegen? Wat houdt me tegen? De koningin van bekers, de 6 van pentagrammen. De koningin van pentagrammen. Stabiliteit houdt je tegen. Stabiliteit is hetgene wat je tegenhoudt. Je hebt een nieuw begin. Misschien ben je eindelijk net een beetje gesetteld in je leven. Dat zal niet voor elke ram zijn. Maar er zullen rammen zijn die zeggen, ja, maar ik ben eindelijk gesetteld. Zou ik dan wel voor die doelen gaan? Want ik heb eindelijk balans gevonden in mijn hart. Ik heb eenheid gevonden in mijn hart. Ik weet eindelijk een beetje hoe ik van mezelf moet houden. En dan zou ik weer een nieuw doel achterna gaan. Zou ik dat wel moeten doen? 6 van pentagrammen. Dit is geven en nemen op een gelijkwaardige manier. En je hebt de koningin van pentagrammen. Dit is zelfzorg. Dit is van jezelf houden. Dit is goed voor jezelf zorgen. Daardoor kun je ook goed voor anderen zorgen. Ze zit hier op haar bankje. Tegelijkertijd symboliseert deze duif vrijheid, vrede, rust. Hetgene wat je tegenhoudt is die stabiliteit. De stabiliteit die je nu op dit moment hebt. Dat is hetgene wat je tegenhoudt. En het zal niet voor elke ram zijn, maar wel voor velen. Een andere mogelijkheid is dat je misschien denkt, laat die doelen maar zitten, want misschien moet ik gewoon gaan voor hetgene wat ik nu heb. Misschien neem je hier op dit moment genoegen met iets tweederangs. Dat je zegt, ja, maar ik kan niet alles hebben. Ik kan niet en een goede baan hebben, en een huis, en fantastische kinderen, of familie, of vrienden, en de liefde van mijn leven, en mijn doelen bereiken, en een eigen bedrijf starten, en dit doen en dat doen. Nou ja, wie zegt dat je dat niet kan? Ja. Wie zegt dat het niet kan? Maar misschien is dat hetgene wat je tegenhoudt. Dus aan de ene kant kan het zijn je stabiliteit. Aan de andere kant kan het zijn dat je denkt, laat me er maar genoegen mee nemen. Laat me maar gewoon tevreden zijn. Terwijl ik denk, ja, wat zou je met je doelen willen bereiken? Wat is je motivatie erachter? En moet je wel genoegen nemen met hetgene wat je nu hebt? Wat kun je over jezelf leren? 3 van staven. Geduld. Geduld. Vier van bekers, 10 van bekers, de kluizenaar. Wat je over jezelf kunt leren is dat niet alles komt zoals je wilt. En precies op het moment dat je denkt, nee, het heeft totaal geen zin meer, wordt er een nieuwe beker aangereikt. Ik weet niet of je het kunt zien, maar deze persoon heeft een nieuwe beker bij zich voor haar. Ze heeft 3 bekers hier. Die 3 bekers zijn tegengevallen. Dat is net wat ik hier zei. Wanneer komt het nou? Ik heb toch hard gewerkt? Wanneer is het er nou? Het komt eraan, maar je ziet het nog niet. Of misschien is het er al en je ziet het nog niet. Maar wat je over jezelf kunt leren is dat je misschien je eigen geluk niet eens ziet. Want wat je kunt leren over jezelf is dat je het geluk al hebt. Vooral deze combinatie. De 10 van bekers en de kluizenaar. Oh, dit is een andere. Ik ben even in de war. Sorry, dit is een nieuw deck. Ik ben in de war. Het is niet de kluizenaar, het is de kracht. Oké, het is de kracht. Wauw, wacht even. Dan moet ik het even anders. Dit is hetzelfde. Alleen het punt is, die 10 van bekers
die bereik je door ervoor te gaan. Door nooit op te geven. Wauw. Het geduld waar ik het hier over heb, dat komt terug in de kracht. Omdat deze vrouw heel veel geduld gehad moet hebben om deze leeuw te temmen. Dat doe je niet 1, 2, 3. Het is niet, hé leeuw, ga eens even zitten. Dat gebeurt niet. No way. Dat kan niet. Hier is uithoudingsvermogen nodig. Dit is een beproeving. Dit is sterk zijn. En dit is in je kracht staan. In jouw kracht. In je eigen kracht. Ik bedoel, hoeveel mensen zullen dat tegen haar gezegd hebben? Dat lukt je toch nooit. Moet je dat nou wel doen? Heeft dat nou wel zin? Dat is wat misschien wel honderden mensen gezegd hebben tegen haar. En misschien is dat ook wel hetgene wat je hier denkt. Terwijl, wat je kunt leren over jezelf is waar je geluk zit. De 10 van bekers. En als het om bekers gaat, zit het in je hart. Je kunt leren waar je eigen geluk zit. Je kunt leren dat jij degene bent die het voor elkaar kunt krijgen als je het doet en als je doorzet. Als je bij die nieuwe plannen blijft, als je bij die beslissing blijft die je hier hebt genomen. Dan ontdek je waar je geluk zit. Alleen nu zie je het nog niet. Want je hebt de 4 van bekers. Je ziet nog niet dat het geluk er is. Dus je bent nog steeds aan het wachten, aan het wachten, aan het wachten. Maar het geluk is er al. En ik zeg dat het in jezelf zit. Het zit in jezelf. We gaan naar de dwaas. De wereld, de koning van staven en de 7 van bekers. De wereld, compleetheid. We gaan nu over op welke manier je huidige situatie je dichter bij je doelen brengt. De wereld is compleetheid. Wat ik hier al zeg, moet ik nog wel meer willen? Of, ik heb nu eindelijk stabiliteit, moet ik dat wel opgeven? Ik zie die compleetheid. En die compleetheid is hetgene wat je dichter bij je doelen brengt. Want dit is de wereld. Je hebt de koning van staven. Dit ben jij, maar dan oud. Ik wil niemand beledigen mocht je toevallig ergens 80 plus zijn en je zit dit te kijken. Ik zeg echt helemaal niet dat je oud bent. Excuus. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Dit ben jij wanneer je oud bent. Dit wil zeggen, deze man is de koning van staven. Hij heeft risico's genomen. Hij heeft zijn inspiratie gevolgd. Hij heeft gedaan wat hij wilde doen. En nu zit hij hier, tevreden. Bij een haardvuurtje, plantje voor de raam. Hij zit op zijn stoel, lekker comfortabel. Is het een hond? Het is een hond. Aan zijn voeten. En hij is tevreden. Hij weet dat alle kansen die hij in het leven heeft genomen uiteindelijk goed hebben uitgepakt. Ook al heeft hij daar af en toe stabiliteit voor moeten opgeven. Ook al heeft hij heel vaak moeten strijden. Want de 9 van staven komt voor de koning van staven. Maar hij heeft wel het geluk gevonden in zichzelf en hij heeft doorgezet. En dan heb je de 7 van bekers. Hoe brengt deze situatie je verder? Omdat deze situatie je vraagt om een keuze te maken. De 7 van bekers gaat over het maken van een keuze. Zij staat te bedenken welke van deze 7 bekers zal ik pakken. Want in de ene kan iets hartstikke lekker zitten. In de andere zit misschien iets giftigs. En in weer een andere, nou daar kun je een avondje op vooruit. Want er zit 40% alcohol in. Hey. Maar wat het dan ook is. Zij heeft de keuze. Jij hebt nu op dit moment de keuze. En je hebt een keuze gemaakt. Je weet wat je wil. Alleen ga je het ook doen. Want wat je nodig hebt is emotionele onafhankelijkheid, geestelijke onafhankelijkheid en zelfliefde. Dat is hetgene wat je nodig hebt. Hetgene wat je tegenhoudt is de stabiliteit die je nu op dit moment hebt. Die compleetheid. Maar dat is ook hoe jouw huidige situatie je verder gaat helpen met dit nieuwe avontuur, door een nieuw avontuur aan te gaan. En je ziet hier ook een vlinder. Die vlinder symboliseert weer vrijheid. En diezelfde vrijheid heb je hier bij de koningin van pentagrammen.
Wauw. Ik ben er even stil van. Alles is aan jou, Ram. Alles is aan jou. Wanneer jij je onafhankelijkheid vindt, dan is het zover. Dan weet je het. Dat is hetgene wat je nodig hebt als je deze onafhankelijkheid vindt. Dan weet je precies wat je moet doen en hoe je je doelen wilt bereiken. En dat je je doelen zult bereiken. Dat zul je, want je hebt de kracht 10 van pentagram en de 4 van bekers. Het is er al, en maar je ziet het niet. Je bent nog aan het wachten. En het zit allemaal in je eigen onafhankelijkheid. Ik ga naar je advies kijken. 3 van bekers, ridder van zwaarden, koningin van pentagrammen. Weer de koningin van pentagrammen, toch nog. Ik denk dat dit keer die koningin van pentagrammen gaat over vertrouwen hebben in jezelf. En wat meer houden van jezelf. Je hebt de 3 van bekers. Dit is 3-eenheid. Het kan een reunie zijn, maar het kan ook een 3-eenheid zijn. Het is iets te vieren. Het is een overwinning. Het is een gevoel van compleetheid in je hart. Als in... Dit is de wereld, maar dan in het mini. Een gevoel van compleetheid. Dit is het samenkomen van meerdere elementen, van meerdere dingen, meerdere personen in je leven. Het hoeft niet per se over mensen te gaan. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld huisje, boompje, beestje bij elkaar komen. Maar dit is iets te vieren hebben. En overwinning. Je hebt de ridder van zwaarden. Dit is actie en communicatie. Dit is iemand die een beslissing heeft genomen en hij gaat ervoor. Actie en communicatie. En dan heb je weer die koningin van pentagrammen. Wat ik al zeg, voor jezelf zorgen, je eigen keuzes maken, doen wat jij wilt. Zij weet dat alles groeit en bloeit. Ze zit hier op haar troon. Haar troon zal niet zomaar instorten. Die stort niet zomaar in, daar blijft ze rustig op zitten. En ze vertrouwt erop dat de dingen die gezaaid zijn, uiteindelijk zullen gaan bloeien en uit zullen komen. Ze weet ook dat het ooit weer weggaat. Want in de herfst en de winter sterven planten af. Maar ze komen in de lente weer terug. En dat weet ze, daar vertrouwt ze op. Ze vertrouwt op haar eigen kracht. Dus vertrouwen op jezelf, op je eigen onafhankelijkheid. Ik sluit af met een hou van je innerlijke godin orakelkaart van Alana Fairchild. Heren, dit geldt natuurlijk ook voor jullie. Jullie hebben ook een prachtige innerlijke godin slash god. Niet genderspecifiek, daar ben ik allemaal niet zo mee bezig. Ik vond gewoon mooie kaarten. En het is geworden Zeemeermin. En er staat altijd een spreuk in. En die ga ik even proberen te lezen. Love is not blind, only sees what matters. De liefde is niet blind, die ziet alleen wat ertoe doet. The power of purpose, wat ertoe doet. Wat doet er het meest toe voor jou, Ram? Is het laat me maar tevreden zijn met wat ik heb of hell no, ik ga voor wat ik wil? Wat doet er toe voor jou? Wat vind jij belangrijk? Waar ligt jouw geluk? Op welke manier vind jij je onafhankelijkheid en bereik je je doelen? Wat doet er het meest toe? Liefde is niet blind, liefde ziet alleen wat er toe doet. Wat maakt jou gelukkig? Wat is jouw doel? Wat doet er het meest toe voor jou? Deze en deze kaart hebben zoveel met elkaar te maken. Wauw. Wat doet er toe voor jou? Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze legging. Ik wens je een hele fijne maand juni. Laat me weten als je vragen hebt. Want dan probeer ik zo snel mogelijk te antwoorden. Nogmaals bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!